vandaag voor jullie een shopvlog. Ik heb namelijk geshopt in Praag. Ik was daar met Foefje en met Linda en Klaas, onze vrienden. En we hebben echt een fantastisch leuk weekend gehad. Echt onwijs leuk. Als je benieuwd bent naar Praag, check dan vooral mijn vlogs van dit weekend. Ze komen dit weekend online. Het is echt heel erg leuk. En we hebben daar lekker gewinkeld. We zijn een beetje tot de conclusie gekomen, wij, maar ook onze vrienden, van dat we eigenlijk vooral winkelen als we in het buitenland zijn. Omdat, ja, ik kom er niet aan toe hier om gewoon lekker een dagje lekker te slenteren door de stad of zo, weet je. En als je op vakantie bent, dan heb je daar ineens de tijd voor. En ja, toen dacht ik, daarom heb ik vaak shoplogs van het buitenland. Want dat vinden we zo'n leuke activiteit om te doen. Dus ja, als jullie dat herkennen, thumbs up. Ik ben wel benieuwd hoeveel mensen ook gewoon als we op vakantie zijn, gewoon lekker dagje shoppen. Dat is gewoon chill. Ja, ik hou ervan. Goed, laten we beginnen met alle dingen die ik heb gekocht. Als eerste dit jurkje. Die vind ik echt super, super leuk. Hij is van de New Yorker. Vind ik echt een hele leuke winkel. En nou, hij ziet er zo uit. En dit was een... Nou, hier begon het eigenlijk een beetje mee. Want we gingen uit één avond. We hadden allemaal één uitgaansoutfit mee. En toen besloten we nog een avond uit te gaan. Maar toen hadden we allemaal zeg maar niks op de dragen. Het was van, oh nou, zullen we dan heel eventjes de stad in gaan om te kijken of we het leuks hebben. En toen gingen we shoppen, shoppen, shoppen. En dat was gewoon heel leuk. En ik wilde eigenlijk dus deze in het zwart kopen. Dat weet je, dus zo'n ribbeltje in. En Gregor liep langs deze en zei, oh die is leuk, die gekleurde. Ik zei, ja, ik vind zwart leuker. En toen paste ik zwart en toen paste ik deze. En deze was eigenlijk veel leuker. Dus uiteindelijk is deze geworden. Het is een beetje zo'n bodycon hugging jurkje. En ja, hij is gewoon eigenlijk best wel sexy. Dat vind ik heel erg leuk. Wil je hier nou aan shots van zien? Ik heb dus alle beelden gefilmd van hoe ik in de pashoekjes dit allemaal pas en hoe het zit. Ik zie dingen die je dan ziet en denkt, oh mooi, zo'n bodysuit ding. En dan, nee. Maar ik heb het gewoon allemaal gefilmd, want ja, het is gewoon leuk. Weet je, dat hele pashoekjes ervaring. Dat kan je terugzien in de vlogs van het komende weekend. Wij zeggen shoppen op zaterdag, dus bekijk de vlog van zaterdag voor alle outfits, zeg maar, aan. Dan heb ik dit super, super leuke, hoe heet zoiets? Hoe heet dit? Zo'n pak met mouwen en een broekje daar vast. Ik zeg wel eens romper, maar dat is dus niet goed. Een playsuit. Een playsuit, zo heet het. Dit is een playsuit. Hij is nu een stukje open, maar dit buttonje zo naar beneden. En het heeft een beetje jaren 70 vibe met deze mouwtjes. En ik vind hem echt heel erg leuk. Ik stuur een foto hiervan ook naar mijn stylist. En die zei ook al super, super leuk voor deze zomer. En ik heb een beetje moeite met van die bodysuits. Zit er vaak, zeg maar, die band zit bij mij precies op het vetste deel van mijn lichaam, waardoor ik een soort propje lijk. Ik had even laten zien wat ik bedoel. Dit is zeg maar mijn lichaam. En waar de meesten hier een taille hebben, heb ik hem hier vooral. Dus als hier dan een bandje zit, dan wordt het echt poef poef, zeg maar. En dat probeer ik te voorkomen door kleding te kopen waarvan het bandje net even iets hoger is. Of wat ik een beetje omhoog kan scrunchen. Bij mij kruipt sowieso alles omhoog. En ik heb anderen dat herkennen, dat gewoon shirtjes, het kruipt altijd omhoog. Maar goed, terug naar het kledingstuk. Ik vind hem heel erg leuk. En ja, met lange mouwen, ik vind dat wel lekker soms gewoon mijn armen bedekken. Dan heb ik in het zwart dit gekocht. Dit is een heel lang, mooi, zwart, zwierig vest van het gehaakte. Ik had ver weg in mijn achterhoofd gehouden dat ik hem naar Burning Man mee zou kunnen nemen dit jaar ook. En ik heb hem in het wit gepast, maar uiteindelijk heb ik toch maar zwart genomen. Ik ga hem gelijk even aandoen. Misschien is dat wel leuk. Oh, wacht, hoe zit dit? Zo. Hij gaat echt bijna tot de grond. Kijk, ik vind hem echt cute. En dan leuk voor de zomer als een soort van extra vestje dingetje voor overkleding heen. Hij is echt super, super adorable. Dit is ook van de New Yorker trouwens. Dat is dus die winkel. En ik vind New Yorker echt heel erg leuk. Dan twee broekjes. Ik ben echt al zo enorm lang op zoek naar spijkerbroekjes. Ik heb nu een spijkerbroekje wat ik draag. Die is van Jane Norman, dat merk. Dat werd bij V&D verkocht. Ik weet niet hoe... Weet iemand dat of Jane Norman nog in Nederland wordt verkocht? Het werd dus bij de V&D verkocht en volgens mij was dat het enige verkooppunt. En dat was echt een van mijn favoriete merken, want het zat heel goed bij mijn lichaam. Ik had het idee dat het een beetje allemaal op appelfiguren gebaseerd was. Want dat zat heel vaak goed. Nou, anyway, als iemand het weet, laten we weten. Ik weet dat ze in Londen winkels hebben en zo, maar ja, Nederland, I don't know. Anyway, ik heb daar een broekje van en die heb ik 5 jaar geleden gekocht. En al 5 jaar draag ik datzelfde broekje. Altijd. En op een gegeven moment is ook die knoop kapot gaan. En een stukje van de rit. En alsnog draag ik hem dan maar met shirts eroverheen en zo. Want ik ben zo gek op dat broekje. En ik vind geen ander beter broekje. Nou, ik ben altijd aan het... Elke zomer ben ik aan het zoeken naar een goed spijkerbroekje. Ik kon het nooit tegen. Ik heb maar eentje even gehad. Dat was eentje van Boohoo. Nou, die heb ik even een paar keer gedragen. En toen op een gegeven moment bij Burning Man... Ik weet niet meer, volgens mij had ik hem gesloopt of zo. Heb ik hem weer weggedaan. En toch weer terug naar dat ene broekje. Maar goed, ik heb nu dus 2 nieuwe gekocht. Waarvan deze.
Die is ook weer van de New Yorker. Die ziet er zo uit. Hij heeft een omgeslagen onderkantje. Ik twijfelde wel, want ik dacht, dit kan ik zelf ook maken. En ik zit nog steeds, ik heb ook wel eens zelf een broekje gemaakt. Daar heb ik ook een video over gemaakt toen. Maar ik heb nu niet een broek in mijn hoofd die zo goed zit dat ik hem zou willen verknippen tot een kort broekje. Snap je wat ik bedoel? Dat is een beetje het ding. Maar goed, in ieder geval deze. En die is gewoon donkerblauw. En dan heb ik ook nog deze. Ik twijfelde een beetje vanwege de touwtjes. Maar hij heeft een elastiek en daar word ik gewoon heel gelukkig van. Want dat is precies wat ik nodig heb. En de touwtjes zijn wel heel erg opvallend. Maar misschien dat ik ze dan naar binnen draag of zo. Ik draag hier toch. Dit is sowieso zo'n broekje waar een shirt overheen gaat. Dus, I don't know. Dit past wel, zeg maar. Dit kan rekken met mijn buik. Dan ben ik ook bij de H&M geweest. En daar heb ik een setje gekocht waar ik echt heel erg happy van ben. Werkmannen buiten. Dan zijn het geen bovenburen, dan zijn het werkmannen. Maakt niet uit. Oké, we gaan gewoon door. Dit setje. En dit is van de... Is dit van de Conscious Collection of zo? Ik weet dat eigenlijk. Dit setje met dit broekje en dan het shirtje erbij. Het is een soort van crop hemdje. Nou, dat koop ik echt nooit. Maar het stond echt zo leuk met het broekje. Ik zag het op de pop en toen probeerde ik het op mezelf. Dacht ik, hey, dat vind ik leuk. Een soort van het hele pyjama stijltje. Dat je echt in je pyjama naar buiten gaat. Maar ik vind hem toch wel heel cute. Het enige is, het lijkt erop alsof dit een net even iets ander... Weet je wat? Blauw is dan net even anders. Geel. Nou, je ziet het niet echt als je het aan hebt. Maar... Ja, zie, het is net, maar goed, boven elkaar is het super cute, vind ik. En dan heb ik bij de H&M ook twee broekjes gekocht. Een zwarte, deze short, die high-waisted is. Zit heel erg lekker. En dan hetzelfde broekje in een peach kleur. Ik hou van gekleurde broekjes in de zomer. Ik vind het heel leuk om te combineren met gewoon een wit shirtje of zo. Ja, gewoon lekker simpel, basic, leuk. En heb ik nog één beauty item gekocht en dat is dit. Ik heb werkelijk waar geen flauw idee hoe het heet. Cellucup. Ja, zo heet het. Maar ik bedoel, wat precies het merk is en zo. Maar ik vond het zo grappig. En ik ga hier een los video over maken. Ik ga dit testen namelijk. Het kostte 20 euro. Ik dacht, ik doe het gewoon voor video. Ik vind het echt te grappig dit. Ik ga het gewoon proberen. Goed, en dat waren alle dingen die ik heb gekocht in Praag. Het is niet mega veel. Maar ja, jullie weten dat ik ben de laatste jaren niet echt meer van het mega, mega, mega shoppen. Ja... Ik koop gewoon niet meer zo enorm veel. Ik vind het wel leuk en ik vind het ook leuk. Ik heb vaker dat ik nu tussendoor af en toe iets, bijvoorbeeld één shirtje bestel. Of af en toe iets kleins. En dan echt grote shopsessies doe ik op vakantie. Maar zelfs dat is niet zo groot als dat het vroeger was. Ik heb bijvoorbeeld ook geen schoenen gekocht. Ik heb geen ja, het klinkt heel raar dit. Maar weet je, vroeger kwam ik thuis met 3 paar hakken die ik dan had gekocht en zo. En dan droeg ik ze 1 of 2 keer. En nu heb ik zoiets van, het is niet echt nodig of zo. Ik weet niet. Ik bewaar dat geld liever. En... Op zich kan ik zo'n jurkje een paar keer aan, weet je wel. Niet maar 1 avond en daarna in een hoekje gooien. Maar ja, misschien heeft het ook te maken met volwassener worden. En heel erg nadenken over hoe lang je met iets doet. Iets meer conscious zijn van de dingen die je koopt en zo. En ja. Ik ben in ieder geval blij dat ik een paar leuke dingen heb voor de zomer. Het is ook allemaal niet heel... Ja, het is niks echt mega prijzig of zo. Het was vooral New Yorker en H&M. En ja, ja, dat. Dat was het alweer. Ik hoop dat jullie het een beetje interessant vonden. Check de vlogs van dit weekend op Vlogbros. Mocht je aanbeelden willen zien in het pashokje. En ook andere outfits die het niet zijn geworden en zo. Volg me daar dan even. Let me know welke item jullie het leukst vinden. En hoe je hem zou combineren. Want ik haal altijd inspiratie voor jullie. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie snel weer. Doeg! Veel. Heavy shaping, dat bewaar ik gewoon voor feestjes en zo. Ik vind een beetje shapen wel mooi. Maar echt niet te overdreven.